Hallo allemaal. Nou, ik voel me kut. Ik ben moe. Boas laptop, kijk. Stuk. Mijn laptop stuk. Mijn auto is stuk. En ik ga gewoon heel eerlijk met jullie zijn. Op dit moment ga ik door een upgrade. En die is mega pittig. Vannacht ook weer allemaal gedroomd. Over alles kwam weer langs. En ik heb gewoon de afgelopen maand alleen maar tijd geïnvesteerd in mijn festival. Ik dacht, gladiolen of de gladiolen, en ik ga daarvoor. Het festival was een groot succes en ik ben super dankbaar. Maar onderaan de streep heeft het echt helemaal niets opgeleverd. En er is één verdienmodel die zou uitbetalen, maar die doet het niet. Dus eigenlijk wil ik gewoon als laatste jullie hulp vragen. En dat vind ik super spannend om te doen. En er is net zelfs nog iets op mijn rechtervoet gevallen, omdat ik daar nog van alles van vind. Maar toen dacht ik, Mas, je bent niet meer alleen. 3 jaar lang heb ik alles gegeven. Mijn kennis, mijn hulp, mijn wijsheid, jullie laatste juf. En op dit moment heb ik het gewoon financieel hard te halen. En ga ik gewoon heel eerlijk zijn. Ik had namelijk het creditcard festival betaald. Wat nog moest gebeuren met mijn creditcard. Ik dacht, komt helemaal goed. Ik had het helemaal gevisualiseerd. Maar het blijkt in Nederland wat moeilijker te zijn. Dus ik vraag als laatste juf, jullie laatste keer, jullie hulp. Of jullie een donatie over hebben, omdat de 3 jaar van jou zo van waarde waren. Omdat je denkt, Jezus man, wat kut. Is gewoon en je tablet, en je laptop, en je auto. Alles stuk. En ik ben gewoon kapot moe. Mijn hoofd was stuk. Alles wordt stilgezet, dus dat ga ik ook doen. Maar ik dacht, ik ga hulp vragen aan mijn ongelofelijke lieve lovers. Aan mijn ongelofelijke lieve mensen. Waarom? Omdat ik 3 jaar lang jullie zoveel waarde en alles heb gegeven. Dat ik dacht, weet je, ik denk dat mensen het nog fijn vinden om mij te komen helpen. Dus ik heb weer een link gemaakt. Een laatste juf donatielink om... De vragen willen jullie deze laatste juf even eruit helpen. Want ik ben moe, ik wil gaan slapen en ik kan het gewoon even niet alleen. En dat vond ik van mezelf super spannend, super krachtig, super powerful en super eng. Maar lieve mensen, als jij mij kan helpen met je laatste donatie, omdat alles in het huis kapot is, ik kapot moe ben en stuk... Nee, ik voel me moe. Dacht ik, Mas, ga het nou maar gewoon doen. Want ik weet zeker dat er een heleboel mensen zijn die een bijdrage willen doen voor wat ik waard ben geweest in jullie leven de afgelopen 3 jaar. En vonden jullie het stoer of niet? Hè? Wie wil jou doneren? Dan mag je dan op je eigen tijdslijn doen. Maar ik ga het wel eventjes onder Chantal zetten, want ik heb inderdaad... een tikje gemaakt. En dat komt omdat Chantal niet jullie laatste juf is, maar ik. En ik je afgelopen 3 jaar meditaties, masterclasses, ik heb alles voor niks gegeven. En ik dacht, weet je, dat we hebben jullie voor zoveel waarde gevonden. Daar gaan jullie me vast mee helpen. En daar voelde ik me niet te groot voor, niet te stoer voor. Ik voelde me daarvoor gedragen door mijn familie van Starseed Love Warriors. En alles wat ik voor jullie de afgelopen 3 jaar zonder iets voor terug te hoeven wil. Maar nou dacht ik heb hulp nodig. Dus lukt het jou een bijdrage te doen? Dan graag. Lukt het niet? Ook goed. En Chantal, post het op je eigen tijdslijn. Daar ben jij van waarde geweest, toch? En gelukkig is het nu warm weer. Dus Nederland, hou op met zeiken. Jullie hebben eindelijk zon. Dat wou je toch? Dikke, dikke kus. Alvast bedankt. En dit was mijn blote billenlijf. Gewoon zeggen dat het even niet lukt. Even kut gaat. En mijn energie gewoon kapot moe. Maar ja, ik ben voorwaardig geweest. En dat weet ik zeker. Dus wie weet, wil jij mij een beetje helpen? Dat zou ik super waarderen. Mega dankbaar voor zijn. En een hele dikke kus. Muah.